Buyssen had die bal te proberen door te trekken misschien. Ja, tuurlijk. Of toch zeker agressiever ermee naar de basket gaan. Maar kijk, ze krijgen 3 punten in plaats van 2 en Oostende staat 1 punt voor. Iets langer denk ik. Ik denk 2 jaar. Volgens mij is dat zijn 2e jaar in Limburg. Niet? Ja, ik ga dubbel checken. Terwijl we daar Kale hebben die de fout uitlokt en kan afwerken. Want dan kom je nog eens halfcourt dat je moet gaan verdedigen. Goed werk van Jovanovic. Heel goed werk. Scoren en de fout. Ja. Goed gedaan, Kedian Biko. En dat was twijfel. Het is een bord of gewoon gooien. Inderdaad, inderdaad. Dennis. En dat mag je nooit doen. Hè. Buyssen, oké, verdedigd. Beter aangevallen van Jarne Le Suisse. Thurman. Andere kant, jongens. Komt vandaar. 3 seconden op de shotklok, dat is van ver. Van der Vuurst en die gooit hij binnen. Kai van der Vuurst. Vrijworpen. Het is te zien wanneer dat hij het als fout aanving. Buyssen. Goeie bal naar Buisgaard. Buisgaard omhoog. Goed sterk gedaan. Ja. Heeft toch net niet gewezen naar de andere kant. Trois-Fontaine, 3-punter, boom. Gillet naar Trois-Fontaine, de leukste collectie. Dit mag je niet voor hebben. Nee, Desiron die hem binnentikt. Van der Vuurst. Van der Vuurst naar Jovanovic. En Jovanovic trekt die bal erdoor. Assist nummer 8. Vuurstbeweging te maken. Gillet. Naar de ring. Gillet. Score en 1. 3-point play. Met de tulband. Naar het sneetje in het voorhoofd. Oh, goede pas van Barcello. Lekkere pas van Barcello. Van 3-punter van Gillet. Krijgt een waarschuwing voor een flop. Zelfs Barcello. Thurman. 3-punter Thurman. En die gaat erin. Hey, absoluut die range ook, hè. Touchdown, Van der Vuurst, Gillet. Je had er nog eentje tekort, Dennis. Maar soms is... Dit is niet opletten van Buyssgaard. Nee. En voor alle andere dingen die hij al heeft getoond. Ja. Van der Vuurst. Oh, mooi achter de rug. Oh, Kai van der Vuurst. Hadden we nog niet gezien. Een beetje razzle-dazzle. En hebben we het ritme teruggevonden van match 2, 3 en 4 in de nationale finale. Toen ze de Giants echt wel... En ik denk eerlijk gezegd naar vrijdag toe, dat er wel nog...